Je begon zo goed en eindigt eigenlijk zo slecht. Ja, ik vond dat we prima aan de wedstrijd begonnen. Toen kregen we de 1-0 tegen. Uit het niets. Ja, en die heb ik teruggezien. Nou, ik zal er wel helemaal naast zitten dan, maar dat is echt volgens mij 5 meter buitenspel. Nou, dat kan niet, maar ik keek op het ding, stond Koos als laatste op de 5 meter, daarom zie ik het. En die kaats komt op de laatste lijn, dus dat was buitenspel, maar dan krijg je hem tegen en dan is er niks aan de hand, weet je. Want dan, en toen vond ik ons wel slap worden, want ik vond ons... Vanaf dat moment kwamen zij eigenlijk in de rest. Ja, zeker. Hadden we ook 2-0 achter kunnen komen in de eerste helft al. Dan hoop je, en met wissels, met Huffel en Van Meel ga je power brengen, dynamiek. En wist je natuurlijk vrij aanvallend. Dan sta je 1 minuut naar rust op 2-0. Dan dacht ik, nou ja, oké, dat is wel een tikkie. Maar ja, we bleven wel strijden. Kom je terug. Ja, het was vooral strijden, niet het voetballen wat ik normaal zeg. Dat kan hier niet. En dat heb ik al gezegd, daar moet je gewoon mee omgaan. Het is niet een veld waar je positiespel op kan spelen. Dus dan moet je dat ook niet willen. Nee. Tenminste, ballen achterin die stuiten. Gewoon lang erachter en counterpressen. En dat deden we vanaf de 2-0. En toen hebben we ons echt wel teruggeknokt. Wat me dan verbaast, hè? Dan ga je, want ik hoorde je meerdere malen roepen van bal lang eroverheen, achter die verdediging leggen. Maar je wisselt wel de langste man van van de wereld misschien wel. Ja, ja. Terwijl die hem juist kon verlengen. Ja, trainers die zien soms andere dingen. Ja, jij ziet anders. Dus ik ben benieuwd. Ja. Wat zag je? Nou, ik vond namelijk niet dat we de bal op, zeg maar, de verlenger moesten geven, maar daarachter. En dan vind ik dat Achie beter daar kort de diepte in. Ja, en dan meteen weer druk zetten daar vandaan. Ja. En ik vond dat Achie dat beter doet, daarom wissel ik dat. En met Van Meel, zeg maar, die dat ook goed kan. Nou, dat was de gedachte. Dat pakte best wel aardig uit, 2-2. Dan zitten we gewoon mis bij een corner. En dat wordt 3-2, krijgen we weer een tikkie. Komen we fantastisch op 3-3. En toen wou ik eigenlijk een punt gaan koesteren. Alleen het nadeel is, als je zo aanvallend wisselt, op het einde stonden we met 6 aanvallers. Dus probeerde ik steeds te coachen van, nou ja, zorg dat je terugsluit, zodat het niet, het werd op een gegeven moment 4-6 of 5-5. Ja, jullie bleven pressen. Ja. Ik dacht eigenlijk vanaf de zijkant van, jullie gaan vol voor de winst. Ja, dat was ook wel de bedoeling natuurlijk, maar ik bedoel, vanuit een lange bal. Maar als zij de bal hebben, moet je dan wel weer terugsluiten. En ja, dan neem ik ook niemand kwalijk om, maar als aanvaller denk je dan toch vaak wat aanvallender dan een middenvelder bijvoorbeeld. Dus ja, dat. En dan is het wel gewoon een 4-3 die valt in de laatste seconde. Ja, dat doet even pijn. Maar god, weet je, dat hoort bij voetbal. We hebben 19 wedstrijden niet verloren. Dan krijg je een keer een tikje. Nou, god, niks aan de hand. Geen paniek? Nee. Ja, ik vind ons de beste ploeg van de competitie. Dus ja, ik heb geen paniek. Ja. We moeten gewoon elke week strijden. En dan zie je wel waar het schip strandt. Ik zeg dat al de hele tijd. Volgende week hebben we weer een hele zware op gras. Uit bij HAC. Ja. Het zal niet veranderen. Je ziet het gewoon toch. Kijk, ik kijk heel veel beelden. Ik heb Rijnsburg bijvoorbeeld tegen de treffers gezien. Nou, dat was wel even een andere wedstrijd. Als wij komen, dan gooit iedereen het beukje erin. Nou, ik zie dat als compliment. Weet je, ja. En dat is alleen maar mooi. Ja. Dan weet je weet dat als je bovenin doet, dat je je daartegen moet wapenen. Ze waren veel agressiever dan de beelden die ik gezien heb. Maar dan had ik al van tevoren gezegd, geloof mij nou maar, die gasten gooit het beukje erin. Hey, en ik vroeg het ook aan de trainer van Rijnsburg. Ik vroeg terecht overwinning. Nou, bij jou vraag ik een terechte verliespartij. Nou, ik vond dat we wel een punt verdiend hadden op basis van de tweede helft. Het begin was voor ons. Dan was het heel duidelijk voor hun tot de rust. Nou, na de rust hoef ik je niet te vertellen, sta je binnen 2 seconden op 0-2. Het ontnamen we het aardig over. Maar dat is misschien ook omdat zij stond 2-0 voor. Dus ja, ik had een punt verdiend gevonden. Maar misschien komt dat ook omdat ik een blauwe jas heb. Geen gil. Had een andere mening. Ja, dat kan. Dat kan. Mag toch, we hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Nee, zeker niet. Dankjewel, Chris. Ja.